Ik heb in aluminium voor een mal heb ik grote gaten moeten boren. Nou, had ik niet zo'n groot gat of zo'n groot boor, maar ik had wel zo'n verloopboor. Kijk, en dan ging ik daarmee eerst wat kleiner en dan met deze. Maar dat ging niet helemaal zoals ik wilde. Het was wel heftig om dat te doen. In dat aluminium, je zou zeggen, dat moet toch kunnen. Dus ik kwam bij HBM en heb ik zo'n verloopboor, maar eentje gekocht die is smaller. Die loopt iets minder breed uit. En ik denk dat heeft misschien minder kracht nodig. Dan zit dat zo ver ingepakt natuurlijk dat je allerlei messen nodig hebt om dat weer open te maken. Kijk, daar is verschil in. Daar is verschil in. Als je zo kijkt, is deze veel breder dan die. Dus ik denk, als ik hier dat gat ga opruimen tot een groter gat, dat deze minder heftig is, denk ik. Dat ga ik nu even proberen. Nou, ik zie geen verandering. Nou, dat kan wel. Dat gaat veel makkelijker deze. Kijk, en een mooi gat. Dus als je dit soort verloopboren koopt, koop een smalle. Dat is mijn ervaring nu. Deze doet het veel minder. Ik liep eens door de winkel van Gamma. En dan zag ik de schappenvullers, zeg maar. Die zag ik op een laag trappetje zitten voor die onderste dingen. Dat deed me denken aan een houtrotreparatie. En dan moest ik een dorpel, dat was op deze hoogte, stukjes uitzagen en stukjes erin maken. Op deze hoogte, misschien nog wat lager, ik weet niet. En als je dat een kwartiertje doet, dan krijg je het wel van in je rug. Vooral als het niet gewend bent. Dus ik dacht, ik wil ook zo'n trappetje of zo'n krukje. Even kijken, hoe doen we dat? Ik heb hier, denk ik, dat krukje gekregen. Ja hoor. En het was niet duur. Zo'n 14, 15 euro. Nou, ik zei, dan wil ik het risico wel verlopen. Een beetje ingepakt natuurlijk. En ik vond het wel het voordeel dat hij inklapbaar was. Kijk, een heel plat ding. Met een handvat. Het hoeft niet zo sterk. Je hoeft er niet op te staan. Maar het kan wel, hè? 120 kilo kan die hebben. Dus een krukje om lekker laag te zitten. Ga ik nou zo zitten. Kijk, en dan kan ik zo hakken en doen. Op zo'n hoogte. Ik hoef niet voor krom te staan. Dan lopen de volgende dan met stijve spieren. Nou, je pakt hem op. En het neemt haast geen ruimte in. En geen prijs. 14 euro was het, geloof ik. Nou, dat laat je auto. En als je zulke klusjes hebt. Ik heb wel eens een klus gehad, dat was een hele lange onderdorpel. Die had hij vol dicht gemaakt aan de onderkant, wat weer houtrot veroorzaakte. Ik zei, ja, dat is niet goed. Dat moet eruit. Dus ik ben dat aan het loshakken gegaan. En nou, dat duurde een ochtend, een uur of vier achter elkaar, voorover gebogen. En werken, nou, je bent de andere dag helemaal kapot. Ik was bij mijn broer
En die had houtrotten in zijn dorpel. En die zei, ja, maar ik heb er wel wat voor gekocht. Van Alabestine. Kijk, twee van die tubetjes. En nou ja, en hij had wat een gat gevuld, onderkant van een glaslat. En ja, die druk je nog steeds in na een poos, die kon je overheen verven. En hier staat eerste hulp bij gaatjes. Ik denk, ja, nou, wat een spul, joh. En nou stond ik bij dat spul en toen dacht ik er daaraan. Toen dacht ik, weet je wat, want ik heb ook nog een spulletje nodig om de spijkergaatjes af te vullen. Ik ga eens een voorbeeldje geven van die spijkers. En dan gebruik ik dit als stopsel om gewoon later te kunnen verven. En je kan het direct uit de tube, zeggen ze, toepassen. Ik dacht, nou, dit is wel het spul wat ik hebben wil. Ik weet uit mijn aantal jaren geleden, toen ik nog samenwerkte met een glashandel om raampjes te hangen en zo. En die zag ik glasplaatsen en die glaslatten met spijkers vastspijkeren natuurlijk, met een tekker. En dan daarna gingen ze dan nog even met een soort spulletje die gaatjes vullen. Dat deden ze altijd. En ik vind dat, ja, daar kan ik, daar vind ik altijd een beetje, ben je al moe van het werk en dan moet je ook nog van die gaatjes gaan zitten. Nou, daar ben ik nooit zo voor, maar het moet wel handig zijn. Kijk, en ik heb hier nou zo'n tubetje. Die kan je in de auto laten liggen, mocht je nou zover zijn. Ik ga even kijken naar een voorbeeldje om dat te doen. Ik heb hier nog een stukje stijl, een stukje glaslat. Nou, en dan kom je met de tekker en dan zeg je. En dan blijft er wel een gaatje in. En vooral het horizontale delen kan dat water erin blijven staan. Dus het is mooi als je dat direct kan afwerken. Kijk, hier zit dat gaatje. En dan. Kijk, en dat is makkelijk te schuren. En dan is het afgewerkt voor het verven. Hier zit een gaatje hier. Nou, ik vind het prima spul. Daar kan je het voor gebruiken. Het zijn dingen die je gewoon bij je kist van houtrotvullers en dingen legt. En hartstikke goed.